Rondgang door Rotterdam, waarin het jonge koppel Mies Bouwman en Kees Brussen de stad anno 1955 ontdekken. Ja, ik was eigenlijk wel een beetje te laat. Door alle drukte in de studio komt je vrije tijd echt wel eens in het gedrang. Maar wacht eens, ik heb u nog helemaal niet verteld dat ik samen met mijn verloofde een wandeling zou gaan maken door Rotterdam. Hij stond al te wachten, maar hij is er wel aan gewend dat ik nooit precies op tijd ben. Trouwens, het heeft deze keer niet eens zo lang geduurd. En dan, geduld is een schone zaak. Mag ik u dan even voorstellen aan Kees? Is het geen man om mee in het huwelijksbootje te stappen? Over boten gesproken, we troffen het wel, want de Nieuwe Amsterdam was net binnengekomen. Kees vond dat je met een wandeling door Rotterdam bij de Maas moest beginnen. En daar had hij gelijk in, want Rotterdam wordt niet voor niets de Maasstad genoemd. 4 grote bruggen verwerken een deel van het verkeer. Trouwens, op het gebied van oeververbindingen hoeft Rotterdam echt niets meer te leren. De tunnel met al beide oevers grote ventilatiegebouwen is de modernste in Europa. Dag en nacht raast een stroom van auto's door de 2 tunnelkokers die voor het snelverkeer bestemd zijn. Voor fietsers en voetgangers heeft men speciale voorzieningen getroffen. Maar liefst 8 grote roltrappen vervoeren er per dag tienduizenden van de begane grond naar beneden en omgekeerd. Voor toeristen is het hele tunnelcomplex een grote attractie. Trouwens, dat was het voor mij ook. De Rotterdamse haven behoort tot de grootste van de wereld. In de oorlog ging 1/3 van de havencapaciteit verloren. Maar na het vlotte herstel behoort ze thans weer tot de best geoutilleerde. Niet alleen in de goederenhandel neemt Rotterdam een belangrijke plaats in, maar ook in de financiële wereld. De invloed van de internationale handel vindt zijn weerslag in het bankwezen. Vooral de Amsterdamse bank, Incassobank, neemt hier een zeer vooraanstaande plaats in. De financiering van het internationale goederenverkeer is een van de voorname taken van het bijkantoor Rotterdam van de Amsterdamse bank, Incassobank. Dit ultramoderne gebouw betekent ook voor buitenlanders een veilige financiële haven. De gevel van het monumentale gebouw wordt opgesierd door een bronzen beeld, in de volksmond Jet geheten. En over beeldhouwwerken gesproken, hoe zou Rotterdams recente historie treffender gesymboliseerd kunnen worden dan door het monument Verwoeste Stad? Het is een schepping van de beeldhouwer Zadkine, die de stad Rotterdam heeft uitgebeeld in een mannenfiguur waaruit het hart is weggerukt en die zich krampachtig tracht op te richten. Ja, de naoorlogse jeugd die hier een speelterrein heeft gevonden, is als het ware een symbool van de frisse geest die het herstel van Rotterdams binnenstad kenmerkt. Een frappant voorbeeld? De Korte Hoogstraat, een straat waar muziek in zit. Hier vinden we namelijk Willem de Jong terug. U weet wel, die vroeger in de passage gevestigd was. Nu is het de modernste radio- en televisiehandel van West-Europa. Op het gebied van grammofoonplaten is Willem de Jong gespecialiseerd. Zo zelfs dat men niet meer zegt c'est le ton, maar c'est de Jong qui fait la musique. Het gezellige en moderne interieur zorgt ervoor dat je je hier volkomen thuis voelt. Thuis. Enfin, we wandelden verder en kwamen bij het grote beursgebouw aan de Coolsingel. Kees vertelde dat het een van de weinige grote gebouwen in het centrum is dat de oorlog overleefd heeft. De mooie Laurenskerk daarentegen, waar alle Rotterdammers zo trots op waren, werd grotendeels vernield. Maar Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als het daarbij liet zitten. Er waren wel heel veel moeilijkheden te overwinnen, maar nu is de restauratie al een eind opgeschoten. Tussen Beurs en Laurenstoren ligt voor men Dreesman, het modernste warenhuis van West-Europa. Zo gauw je binnenkomt, rol je van de ene attractie in de andere. Met roltrappen dan.
Je kunt bij Vroom en Dreesman niet alleen kopen, maar in de gezellige snackbar ook van alles eten en drinken. Letterlijk alles is bij V&D te koop. Van een fles eau de Cologne tot een hele uitzet. Ik kreeg de eau de Cologne. Jonge Hans op de hoek van de Koolsingel en de Binnenweg kon ik niet zomaar zonder meer voorbij lopen. Jonge Hans is werkelijk een paradijs voor elke vrouw. Er is een prachtige afdeling met echt blauw Delft aardewerk. Dat wil dus zeggen helemaal met de hand beschilderd. Ook op het gebied van kristal, bestek en smaakvolle serviezen, zowel klassiek als modern, is de naam Jonge Hans een begrip. En hoe vindt u nu dit staaltje van hypermoderne Rotterdamse bouwkunst? Het merkwaardige is dat hier vier verschillende firma's onder één dak zitten. Van Vorst is een paleis voor heren, voor schoenen. Dameschoenen. Herenschoenen. En kinderschoenen van Vorst. Bij Wassen gaan wij vrouwen gemakkelijk naar binnen om een keus te maken uit de enorme collectie. Het is dus speciaalzaak in kinderkleding en damesconfectie. Wassen is dan ook een zaak waar u altijd slaagt. Termeulen is de derde zaak onder hetzelfde dak. Het is het enige warenhuis in Rotterdam waar u ook op maandagochtend terecht kunt. Elk artikel dat u bij Termeulen koopt en dat u niet voldoet, kunt u binnen 5 dagen terugbrengen. En dan krijgt u nog zonder meer uw geld terug ook. Martins Tea Room en restaurant tenslotte is een uitkomst voor mensen zoals wij, die moe van het winkelen in een prettige omgeving, binnen of op het terras, even willen uitblazen. En dat onder het genot van een verfrissende dronk of een heerlijke schotel. Zo, daar zijn we weer op stap te Rotterdam. Fris en wel. Nou, fris. In ieder geval heb je op de drukke Koolsingel al je aandacht nodig om niet onder een auto of tram te komen.